Ja, we hebben dat ondertekend met vier burgemeesters van Vernerij, Bergen, Gennep en Moken-Middelaar. Vier Limburgse gemeenten, allemaal tot Noord-Limburg. Dat is dezelfde basiseenheid binnen de politie. Dus we hebben gezegd, ja, we willen dan hetzelfde beleid maken. Ja, het heet Damoclesbeleid en dat betreft met name de bestrijding van uh, waar het gaat om uh, het houden van drugs. Het kan zijn in woningen, het kan in panden zijn, maar het kan ook exercice uh, zijn. Ja, en ons Damoklesbeleid dateert al van een aantal jaren geleden en we hebben dus nu geactualiseerd op basis van zeg maar nieuwe wetgeving. De verouderde wetgeving is nu vervangen. Het nieuwe Damoklesbeleid komt daarvoor in de plaats. Het beleid hebben we ingevoerd om uh, ondermijning tegen te gaan. In ons land uh, heeft in de afgelopen decennium zou je kunnen zeggen steeds meer te maken met georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Uh, dat fens leert zich vooral ook in, in drugs en, uh, en XTC, andere vorm van drugs. Maar je ziet bijvoorbeeld ook bij witwassen, je ziet bijvoorbeeld ook in de onroerend goedwereld dat, uh, dat daar geld wordt gekocht door criminelen. Je ziet bijvoorbeeld in de vrouwenhandel, dus overal uh, komt, dat, komt dat opduiken in toenemende mate. Uh, daar is het beleid, met betrekking tot Damocles, is eigenlijk uh, door de rechters is dat wat bijgesteld. De rechters die hebben daar een invulling aan gegeven waar je, je toch rekening mee moet houden. He, bijvoorbeeld wanneer je drugs aantreft, marihuana of harddrugs in, in, in een woning. Dan moet je ook rekening houden met de omstandigheden. Is het iemand die dat de eerste keer heeft gedaan, wonen er in die woning ook kinderen. Dus ze hebben dat wel, uh, zeg maar, een ja, soort maatwerk. Je moet het evenredig, de sanctie moet evenredig zijn aan het uh, aan, zeg maar, vergrijp om maar zo te zeggen. De burgemeester sprak zijn hoop uit over het nieuwe beleid. Ja, we hopen te bereiken dat we daarmee ook een bijdrage leveren aan het bestrijden van georganiseerde criminaliteit. Dus dat doe je niet alleen vanuit strafrecht. Dus mensen die op een gegeven moment opgepakt worden in zo'n XTC-lab, daar zijn twee. Uh, mensen aangehouden door de politie die sliepen daar, die worden via het strafrecht aangepakt. Maar we kunnen ook via het bestuursrecht gaat een burgemeester over, kan je zoiets ook aanpakken door bijvoorbeeld een waarschuwing te geven, een pand te sluiten, een bedrijf te sluiten, een woning te sluiten. Zo ver kan dat gaan en dat is dus ingrijpend want dan kunnen mensen op straat komen.